Een hele goede dag. Terwijl de zomer eindelijk zijn intrede doet in Nederland, is natuurlijk de vraag: gaan we het ook in de cryptomarkt zien? Is er nog hoop voor Cardano en voor Woe? En hoe staat momenteel Bitcoin ervoor? Wat kunnen we de komende tijd verwachten? En liggen we nog op koers voor die 74k? Dat en meer gaan bespreken in de video van vandaag. Blijf dus zeker kijken. Laat er vast even een like achter. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan we snel van start met de video. Goed, allereerst gaan we kijken naar Bitcoin. We kijken momenteel naar de weekgrafiek van Bitcoin. Daarin hebben we ook even de RSI erbij gepakt. En dan zien we nog steeds dat we die RSI reset hebben gehad hier zo. RSI resets markeren vaak in ieder geval een tijdelijke bodem. Vaak ook macro reversals, zeker op de weekgrafiek. En dan kun je dus op anticiperen door dus dat te timen. Dus als je dus een RSI reset ziet, dan ga je in de lokale prijsactie kijken of je in positie kan komen, omdat dus momentum weer gaat omkeren richting hogere prijzen. Dat is nooit garantie, hè? Dat zeggen we ook altijd bij. Je hebt nooit garantie, we hebben geen glazen bol. We doen gewoon een kansberekening. Hè? En voor de keren dat het dus niet uitspeelt, daar heb je dus je risicomanagement en stoploss voor. Hè? Dus we zijn geen waarzeggers, we zijn niet aan het voorspellen, we zijn niet met glazen bollen bezig. Het enige wat ze doen is kans berekenen. En als dus zo'n RSI reset plaatsvindt, is de kans heel groot dat de markt vanaf dat punt zou kunnen gaan omkeren. En daar wil je graag op inspelen door dus long te gaan, de dip te kopen, spotposities in te schalen, langetermijnposities, dat soort dingen. Nou, wat zien we verder? We hebben natuurlijk de low opgehaald en de high staan allemaal open. Daarbij hebben we dus deze high en deze high openstaan. En daarmee dus een hoop liquiditeit aan de bovenkant. Zoals wat te zeggen, hè, onderkant opgehaald betekent bovenkant opzoeken. We hebben nu dus de onderkant opgehaald, dus we zijn nu op zoek naar deze liquiditeit aan de bovenkant. Dus de kans dat we de komende dagen, weken, ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar gezien het momentum wat nu gekeerd is, zou ik zeggen dat dat best snel moet gaan. Zouden dus op weg moeten gaan richting die 74k en dus een nieuwe all-time high voor Bitcoin. Daar kijk ik dus momenteel ook naar. Daar wilden we graag op inspelen, dus zoals ik al zei, met een long. Dat hebben we ook gedaan in de recente dip. Hebben we namelijk hier de high en low gekocht. Hadden hier een call eruit gegooid voor Bitcoin. Dat de long gingen op Apex. Dat hebben we vervolgens gedaan. Ordertjes werden netjes gevuld. High en low werd gehit. En de trend blijft mooi intact met higher highs en higher lows. TP1 is gehit. TP2 ligt iets hoger op deze regionen, rond de 72k. En mijn verwachting is nog steeds dat we daar gewoon heen gaan bewegen. Als wij richting die 72k gaan bewegen, ga ik er persoonlijk ook vanuit dat we richting 74k gaan. Waarom? Omdat er zoveel liquiditeit bij elkaar ligt. Want als je dat opnieuw op gaat zoeken, dat de kans heel groot is dat je door gaat schieten. En dat je ook gelijk een dikke vette nieuwe all-time high gaat neerzetten. Dat zou mooi zijn, want dan liggen ze nog steeds op de koers voor wat we natuurlijk hierboven hebben liggen. De 100.000. Ik denk nog steeds dat we dat deze cyclus gaan zien. Nogmaals, geen garantie. Ik kan er gewoon naast zitten. Dus ga het alsjeblieft niet als financieel advies zien. Het zou wel heel dom zijn als jij puur en alleen jouw koop- en verkooppunten gaat bepalen aan de hand van wat iemand online op een YouTube-videootje gaat zeggen. Dus zorg ervoor dat je altijd achter je eigen ideeën staat. Maar je kan het bijvoorbeeld wel als leidraad gebruiken om vervolgens je eigen ideeën te kunnen schetsen. Hè? Dus gebruik dit als stukje input. Ga vervolgens zelf pielen met de grafieken. Ga kijken of je wat kan tweaken aan de hand van je eigen strategie. En op die manier kun je dus te werk gaan. Dus het is meer een leidraad, een hulpmiddel om je eigen visie te kunnen vormen. Zeker als je zelf niet zo heel veel verstand van technische analyse hebt. Maar het is dus nooit financieel advies. Ik kan het niet vaak genoeg benoemen en benadrukken. Want ja, sommige mensen denken nog steeds dat je financieel advies kan aannemen van iemand die op YouTube video's maakt. Puur aan de prijsactie te zien ziet het er gewoon echt heel erg goed uit. Hè? We zijn gewoon wederom opnieuw richting die highs aan het bewegen. Dit was echt een impulsieve beweging. Dit was meer een corrective beweging. En normaliter zie je vaak na zo'n lange fase van afkoelen en corrective bewegen, dat de volgende impulsieve beweging erachteraan komt. En dat is dus meestal volgens de trend. In dit geval dus omhoog. Dus ik kijk ook gewoon omhoog. Lokaal zie ik wel wat reden om in ieder geval een klein beetje voorzichtig te zijn. Want we lopen hier wel in belangrijke liquiditeit. We hebben lokaal nog iets licht hier. Dat is namelijk deze high op de 70.180. Dat zijn deze equal highs. Waarom equal highs? Betekent gelijke hoogtepunten. Dat heeft ermee te maken dat je hier een high hebt gevormd. En hier een high hebt gevormd daar vlak boven. Je bent er dus niet voorbij gegaan. Betekent dus ook
dat hier en hier stoplossers liggen. En als de prijs daar dus inloopt, is de kans groot dat je er iets van reactie gaat zien. En dat er dus potentieel iets van de pullback zouden kunnen gaan zien. Dat mag ook in principe, maar je hebt ook weer lokaal een higher high neergezet. Idealiter, aangezien we de daily close nog niet boven de 68.467 hebben neergezet, zie ik idealiter dat we hoog vasthouden. Dat we dus hierboven sluiten, boven de 68.467 op de daily. Mag je daarna best wel even terugvallen. Dan heb je je daily higher high te pakken. Mag je best zoiets gaan doen om vanuit daar weer verder omhoog te gaan bewegen. De reden dat ik iets voorzichtig ben momenteel is omdat we onder andere bijvoorbeeld hier lokaal een 1-hour bearish divergence zien. Hè? Dus dat is op zich iets om rekening mee te houden, maar niet heel erg problematisch. Waar ik me meer druk om maak is die liquiditeit die hier dan dus ligt. En als we even naar Velo Data gaan, zien we dat de prijs hoofdzakelijk perps gedreven is. Ik zie nog te veel mensen die dan heel erg gaan inzoomen. Die kijken dan bijvoorbeeld zo. En die zien dan van, hey, spot is agressief aan het aantrekken. Dat is heel positief. En hoewel dat lokaal inderdaad een klein beetje aan het gebeuren is, moet je even de totale context bekijken. Eigenlijk ligt spot relatief vlak. Zien we voor het eerst een klein beetje aantrekken, wat natuurlijk positief is. Maar is vooral deze hele beweging omhoog is gewoon perps gedreven. Dus longs die voornamelijk gekocht hebben. Ook wel shorts. Hè. Shorts worden ook veel ingeschaald. Maar aangezien de funding wel wat aan het oplopen is, kun je dus zien dat dit hoofdzakelijk longs zijn die hier aan het positioneren zijn. En als heel veel aan één kant van de trade komen te zitten en dat de open interest heel snel, heel agressief oploopt, wat je dan vaak ziet is dat je dus bijvoorbeeld hier dus die liquiditeit gaat pakken en vanaf daar even iets van een scherpe exit naar beneden gaat zien. Wat je dan gaat krijgen is open interest gaat naar beneden komen, want die contracten, die longs, die sluiten, betekent dat de funding omlaag gaat komen. En idealiter zien we dat spot gaat oplopen om vervolgens die dip op te kopen. Dus ik denk niet gelijk dat we een nieuwe lows gaan bewegen of wat dan ook. Maar het zou wel goed kunnen dat we iets van een pullbackje gaan zien voordat we uiteindelijk de weg weer gaan vervolgen omhoog. Dus zeker als we deze harder uit gaan tikken op die 70.180, let even op. Want het kan zijn, zeker als we dit op blijven lopen, dat we even een snelle, scherpe daling naar beneden gaan zien. En vanaf daar, als het goed is, de weg weer omhoog te gaan vervolgen. Want het idee blijft gewoon hetzelfde, met of zonder klein pullbackje. Ik kijk gewoon richting 74k en ik kijk uiteindelijk richting nieuwe all-time highs voor Bitcoin. Dan eventjes aandacht voor het volgende. Je kan crypto verhandelen in euro's als je dat graag zou willen en in dollars op het Kraken platform. Dit is een van de oudste exchanges ter wereld op het gebied van crypto. Het bestaat al sinds 2011 en de livegang van het platform zelf is in 2013 gebeurd. Je kan er verhandelen, je kan staken, je kan gemakkelijk euro's in de cryptomarkt krijgen en meer op je bankrekening. Dus wat dat betreft een ideale optie. Heb je nog geen Kraken account, raad ik je zeker aan om dat even via link te doen. Dat staat onder de video. Doe dat namelijk, dan maak je kans op toffe giveaways. We zijn momenteel met een aantal hele vette prijzen bezig. Dus ik raad je zeker aan om eventjes daar gebruik van te maken door eventjes een accountje aan te maken en te registreren. Het is niet voor niets dat Kraken al zo lang bestaat en al zoveel ellende in deze markt heeft overleefd. Het heeft natuurlijk alles mee te maken met dat ze de beveiliging gewoon ontzettend goed op orde hebben. Ze hebben daardoor meerdere certificeringen weten te bemachtigen. En dat toont dus het vermogen aan om de hoogste internationale beveiligingsstandaarden te voldoen. Evenals onze toewijding om uw geld en informatie veilig te houden. Kraken heeft dus een topteam van professionals die vele tientallen jaren ervaring hebben op het gebied van dit soort beveiligingen. Niet alleen bij Kraken, maar ook bij andere technologieën die door miljarden mensen worden gebruikt. Ze hebben een proof of reserves, oftewel bewijs van reserves. En daarmee kun je dus zelf je audit uitvoeren, waardoor je dus altijd kan checken van oké, zijn mijn crypto's 1-op-1 gedekt? Verder zorgt ze natuurlijk voor dat de funds gewoon goed beschermd worden. Onze crypto-infrastructuur bevindt zich in beveiligde kooien onder 24/7 toezicht van gewapende bewakers, alarmsystemen en videomonitoren. Informatiebeveiliging, hè, dus zorg dat je persoonlijke informatie goed beschermd blijft. En beveiligingstesten, je kan dus letterlijk als je hacker bent en je ontdekt een fout of een zwak punt in het hele systeem, het beveiligingsnetwerk, kun je dat letterlijk aantonen, kun je dat melden bij Kraken en dan hebben ze ook gewoon letterlijk een bounty voor die hackers, zodat ze dat direct kunnen aanpakken, oplossen
En zodat dus gewoon alle funds en alle mogelijke middelen die op het platform beschikbaar zijn, dat die gewoon beschermd blijven. Ik kan nog zo'n half uur doorlullen over alle veiligheidsmaatregelen die je op Kraken kan vinden, die je zelf kan toepassen, maar die dus ook het platform toepassen. Het komt er gewoon op neer dat Kraken gewoon een ontzettend veilig platform is. Je hebt nooit 100% garantie. Not your keys, not your crypto. Maar de kans dat het bij een Kraken misgaat is ik denk dat dit een van de partijen is waar de kans het kleinst is. Dat je daar echt problemen mee gaat krijgen. Heb je dus behoefte aan een veilig platform waar je ook in euro's kan handelen. Een eenvoudig te gebruiken platform, maar waar je heel eenvoudig je crypto in en uit de markt kan krijgen. Dan is Kraken zeker een aanrader. Kun je dus voor kiezen om via ons linkje onder de video even een accountje aan te maken. Daarmee steun je ons kanaal en doe je dus mee met toffe giveaways. Goed, dan gaan we kijken naar een altcoin. En allereerst gaan we kijken naar Cardano. Die hebben we een tijdje geleden ook in een livestream meegenomen. Daarin hadden we dus over compressie gesproken. De compressie brak naar beneden uit en krijg je twee mogelijkheden. Eén is een bearish retest en dan kun je naar een short gaan kijken. En twee is natuurlijk een reclaim en dan kun je gewoon een terugtestje spelen om daarna vervolgens richting de andere kant van de range te spelen. Nou, het is een heel gepriegel allemaal, maar in principe is het best goed te volgen als je een klein beetje een idee hebt van waar het over gaat. Dit was dus de compressie. De compressie is hier naar beneden uitgebroken. Vervolgens zie je dus inderdaad hier dat je de breakdown maakt, de terugtest maakt. En hier had je dus in deze regio kunnen kijken naar een eventuele short kans. Bijvoorbeeld hier op de lokale orderblokje speel je de low high, speel je daarna omlaag. Nou, dat is mooi uitgespeeld. Vervolgens zie je dat de koers weer herstelt. Zet je een higher high neer, dat is positief. En je maakt de reclaim hier. Dus dit is letterlijk het volgende scenario wat nu potentieel kan gaan uitspelen. En als we nu even een klein beetje de zooi op gaan ruimen, want het is echt een beetje een chaos. Dan kunnen we nu dus gaan kijken naar meer upside short term. Deze is niet meer relevant, want wat zeggen altijd, als je onder dagelijkse demand sluit, is die zone geïnvalideerd. Maar dat wil niet zeggen dat dit geïnvalideerd is. De range low die blijft gewoon staan zoals die is. Even kijken, zie je verder nog iets wat we mee kunnen nemen. Nou, ik denk dat dit wat het meest belangrijke is. Dus op zich is dit wel aardig. Proberen nu eindelijk iets te doen hier wat positief is sinds een hele tijd. Want de afgelopen periode was niet best. Dit kan ook allemaal wel even weg. Want aan de bovenkant continu lower highs, lower highs, lower highs. En we blijven maar omlaag testen. En hier bam, in één keer een higher high. En daarmee kantelt dus potentieel de constructie. Je hebt dus ook aan de onderkant allemaal lower lows en lower highs. Sorry, aan de onderkant is lower lows. Maar ook hier zie je dus nu higher high, higher low. We zouden nu potentieel met iets moois bezig kunnen zijn. Kanteling constructie dus. Hè, zoals ik al aangaf met betrekking tot die video van laatst. Als je dus hier de low terugclaimt, dan mag je daarna weer gaan kijken naar de bovenkant. Hè, want dat is hoe dat meestal gaat met prijsactie. Als je terugkomt in zo'n prijsrange, dan zoek je daarna vaak gelijk de andere kant op. Dus op dit moment ben ik short term bullish op Cardano. Long term moet er echt nog wel een en ander gaan gebeuren. Maar short term kun je dus in ieder geval gaan kijken naar de range high. Dat is voor nu ook mijn visie. Dus richting 0.5225. Wil je echt meer gaan denken aan een macro reversal en dat we veel hogere prijzen op kunnen gaan zoeken, dan moet je gewoon echt ervoor zorgen omdat de high die je naar een nieuwe low heeft gebracht, dat is deze high. Op de weekgrafiek kun je dat waarschijnlijk wat beter zien. De high die je naar een nieuwe low heeft gebracht, die moet je zien terug te claimen in deze vorm. High, 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 low. En dan kantelt de macro constructie. En dan mag je weer omhoog gaan kijken. Dan kun je weer gaan kijken richting potentieel 0.81. En kom je daarboven richting 1.26. Op dit moment is het heel duidelijk, hè. Als je nu kijkt naar de weekgrafiek, zie je gewoon dat we low low hebben neergezet. Dat je nu wel de reclaim maakt. Terugtestje. En nu zou je omhoog kunnen pushen. Maar als je dus straks hierin gaat lopen en je gaat die opnieuw afwijzen, dan moet je er rekening mee houden van, oké, constructie blijft intact, dat je gewoon weer lagere prijzen gaat opzoeken. Dus wat wil je nu dus zien als bull zijnde van Cardano? In eerste instantie dat we dus überhaupt hier gaan vasthouden. Super belangrijk. Dus als Bitcoin nu door het putje gaat, gaat Cardano waarschijnlijk ook de low verliezen, helaas. Maar als Bitcoin kan vasthouden, en ik denk persoonlijk dat Bitcoin dat gaat doen, dan kan Cardano deze beweging gaan maken. Dat is stap 1. Stap 2 is dus ervoor zorgen dat we hierboven gaan komen, terugtestje maken en dan verder mogen gaan pushen. Dus als Cardano bull zijn, dan wil je zien dat we minimaal een dagelijkse candle close en het liefst zelfs een wekelijkse candle close boven 0.5225 gaan krijgen. Als we dat gaan doen, spreek ik van een kanteling constructie op macro reversal gebied en dan kun je echt veel hoger gaan krijgen, kijken. Als zoiets zegt van ja,
Nou, ik wil eigenlijk wel graag in die short komen. Is dit gewoon waar je op wacht? Hè? Dus wacht die wick af, daarna de lower low, de break in structure, daarna de lower high en dan speel je hem daarna omlaag richting de onderkant van de range en potentieel nieuwe lows. Dat is jouw actieplan als je dus kijkt naar een eventuele short kans. Als er verder vragen over zijn, zoals altijd, stel die gerust in de comment sectie onder de video. Dan gaan we kijken naar Woo. En die hebben natuurlijk heel vaak al aangevraagd zien worden in de afgelopen periode. Die is nog steeds razend populair. Ik ben nog steeds bullish op Woo, long term. Hè. Korte termijn is het wat twijfelachtig, maar ik zie wel wat bullish reversal signalen. Dit idee hebben we dus een tijdje geleden geschetst. Is nog steeds gewoon van kracht. Dus je hebt hier je low, je hebt hier je high, je hebt hier je low en low. En nu wil je graag een higher high zien. Dus we proberen het wel, lukt nog steeds niet. Maar dit is dus wel de plek waar het ongeveer zou moeten gaan gebeuren. Dus dit blijft gewoon staan. Je wil gewoon een dagelijkse candle close zien boven 0.2293. Dat idee is nog steeds van kracht. Dat wil je nog steeds zien om echt bullish te kunnen worden. Wat dat idee ondersteunt is dat je hier... Ik zal het even weghalen. Ik zal het zo meteen wel even terugzetten. Wat dat idee ondersteunt is dat je nog steeds gewoon de high and low vasthoudt. De macro high and low. Dus je hebt nu letterlijk dit gedaan. Low, high, high and low, higher high, high and low. Zou je dus in theorie dit weer kunnen verwachten. Alleen daar moeten we wel eerst lokaal voor gaan roteren. Als we dat niet doen en we blijven zwakte tonen, is het heel simpel. Dan ga je gewoon hier naartoe. Dan heb je gewoon niet zoveel te willen. Verder zien we natuurlijk hier het orderblokje op de 0.18. Die zie ik nu graag vastgehouden worden. We hebben ook lokaal de low opgehaald hier van de 0.1626. Dus het zijn allebei positieve aspecten. Dus macroconstructie is intact, is dus bullish. Liggen op key support. Hebben lokale low opgehaald. Het enige wat nu dus nog mist voor ons entry patroon in feite is dus low, high, low, low. Higher, high, higher, low. En dan kun je daarna echt bullish gaan worden op boe. Want de kant tot de constructie en met dus dat macro idee van dat we hier de lows vasthouden en macro higher highs en higher lows maken, dan kun je echt serieus bullish gaan worden. Waar mag je dan in eerste instantie naar kijken? Dan kijk je richting deze high, kijk je dus richting de 0.37. Kom je boven 0.37, ga ik er persoonlijk vanuit dat we een nieuwe yearly high gaan neerzetten boven 0.64. Alles dus op voorwaarde, en ik zal hem weer even terughalen. Alles dus op voorwaarde dat wij hier op de daily minimaal een higher high neer gaan zetten boven 0.23. Laat het even afronden. Ga je namelijk verliezen, hè, in deze vorm, ga je slow bleeden. Ja, dan heb je gewoon pech en dan moeten we alsnog gewoon weer laag gaan kijken richting 0.10. Long term visie blijft gewoon hetzelfde. Korte en midden termijn wordt gewoon een stuk beroerder, want dan ga je echt belangrijke constructies verliezen. Dus dat is waar ik naar kijk voor Woo. Ook als je naar Woo BTC kijkt, zie je ook gewoon dat het compleet logisch is dat Woo het niet echt laat zien. Omdat de BTC-pair gewoon aan het slow bleed is. We zijn hier de range zijn we verlaten op de 420 sats. Daar zijn we ondergekomen. Ik zie volgens mij, even kijken. Als de RSI laat. Nee, we zien nog steeds geen bullish divergence. Geen sterkte aanwezig. Even kijken op de daily. De RSI doet er wel heel lang over momenteel om te laden. In ieder geval, wat je graag wil zien. Nou, hier dus ook nog niet. Wat je graag wil zien is lower lows in de prijs. En higher lows in de RSI. En dat doet de RSI niet echt. Dus ik ben hier nog niet heel bullish op. Wat het positieve is aan dit soort charts. Omdat die best wel een tijdje al aan het slow bleeden is. Het is een altcoin chart en die kunnen soms in één keer vanuit niets een flinke push omhoog gaan maken. En dat kan nog genoeg zijn om de USDT pair weer volledig tot leven te wekken. Dus ik zou het ook niet onderschatten. Maar puur de BTC pair op dit moment ziet er gewoon niet zo heel best uit. Terwijl de USDT pair er volgens nog prima uitziet. Maar wel cruciaal dat we dus boven die 0.23 cent gaan komen. Goed, tot zover deze video. Hopelijk heb je er iets van opgestoken. Zo ja, smash zeker even op het duimpje. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en dan zie ik jullie graag bij de volgende video. Laters!